Mooi. En ik heb mijn vluchtkoffer nog niet ingepakt. Dus dat ga ik nu doen. Voor het geval de bom gaat ontploffen. Wat is dit? Steriel wondkromper. Wondenleggers. Navelklem. Inlegverband. Nou jongens, als je zwanger bent, zwemmen is echt kapot lekker. Het voelt echt alsof je 20 kilo lichter bent. Ben jij hard aan het werken? Ja, lekker zit op bed. Mooi, heel mooi. Er komt nu weer lift? Ja. Zelfs? Ja. Kerna. Ik word heel vet. Een keer die... ja, die toch. Nog een beetje. Gooi de krachtige blik omhoog. Probeer. Voor mij is het moeilijk. Ja, precies. Mooi dit. Dit vind ik heel mooi. Ja. Ja. Nou jongens, ik heb me weer eens laten gaan. En ik heb ook een paar dingen besteld die ik nodig had. Dus ik dacht, misschien is het leuk om het even in de vlog te unboxen. En we gaan eerst beginnen met iets wat ik gisteren bestelde op Amazon. En het is gewoon vandaag al binnengekomen. Ik heb het zelf gekocht, maar altijd als ik iets bestel, dan voelt het gewoon als cadeautje voor mezelf. Een 360 graden spiegel voor in de auto. Deze kostte volgens mij maar 12 euro. Dus dat is een koopje. En even kijken. Oh, hij is best wel groot. Dus die ga ik morgen. Nou ja, morgen. Echt alsof een kind al geboren is. Die ga ik binnenkort even in de auto zetten. Wauw. Ik weet ook gewoon niet meer wat ik heb gehaald. Dus voor mij is het ook een soort van verrassing. Wat ik ook weer allemaal bestel. Even kijken. Ja, dit is echt iets wat ik totaal niet nodig had. Maar ik vond het heel schattig. Even kijken. Dit is echt niet nodig, maar dit is een soort van slabbertje met mouwen. Schattig toch? Ik kan die gerust, met gerust hart eten. Ik heb hem in het kikker. Kijken. Auto, brandweer. Weer. Waarom ben ik altijd mijn sleutel? Ja, dat vraag je aan mij. En een giraf. Dan heb ik ook drie inbakeners. Sweddles in het Engels. Gehaald. Nou, even kijken hoe ze eruit zien hoor. Ik heb het expres voor het newborn gehaald. Zodat ik deze ook mee kan nemen naar het ziekenhuis. Nou, ik weet niet eens hoe dit ding in elkaar hoort. Zo, oh ja, zo. Zo. Nou ja, geen idee. Ik heb nog een paar weken om het uit te zoeken. Nou, dat is dus in deze. In deze kleur. Zie je dit? Het is wel gewoon basic. En... oh, deze is schattig met diertjes. Dan mijn bestelling van bol.com. Oh. Oh ja, voeding. Nou, dat moest ik natuurlijk wel even halen. Ik dacht, laat me maar gelijk zuigelingenvoeding halen. Hebben we de goede gehaald? Ja, 0 tot 6 maanden. Dus die hebben we dan ook alvast. Nou, ik dacht, ik haal dus die flesvoeding en dat het gewoon in zo'n normale pot komt. Maar ik heb letterlijk, ja, twee zakken, lijkt wel twee zakken kook. En dan zo'n lepeltje erbij om ja, de kook af te meten. Heb ik flessen überhaupt? Och, dat zijn echt dingen waar... gelukkig denk ik er nu aan, want ik zie het echt wel voor me dat ik mijn vluchtkoffer veel te laat inpak. En dat ik dan... dat ik dan echt... zonder spullen in het ziekenhuis zit. Nou, en last but not least. Dit is een PR pakketje van Robijn. Oh my god. En ja, dit heb ik dus opgestuurd gekregen van Robijn. En ik voel me gewoon echt een oud wijf. Want schoonmaakproducten
En wasverzachters, dat maakt mij gewoon helemaal, helemaal vrolijk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze hebben gestuurd. Oké, hey Vonne, wat is er als mommy to be nog lekkerder dan een frisse geur van robijn? Ik zwits al. En nu is er ook nog een duurzame verpakking. Heerlijk voor de kleine rompers en sokjes. Geniet van jullie tijd aan. Blablabla. Ja. Oh my god, dit is de collaboration waar we op hebben gewacht. Robijn, ik zwits al. Klaar, ik ga je heel de dag aan ruiken. Heel de dag. Hallo jongens, het is een nieuwe dag en ik had dus gisteren opnames bij BNN. En zo'n hele lieve vrouw die daar werkt, ze heet Journey, die heeft dus een vriendin en die was dus 9 juli uitgerekend en ik ben 7 juli uitgerekend. En die is dus gisteren bevallen, dus nu heb ik helemaal stress en ik heb mijn vluchtkoffer nog niet ingepakt. Dus dat ga ik nu doen voor het geval de bom gaat ontploffen. Dus ik ga nu naar boven. Davinio heeft gelukkig die koffer al voor mij boven gezet. Want, oh mijn god. Sorry hoor. Die koffer die was echt heel hoog. En daar kwam ik niet bij. Dus hij heeft die even alvast voor mij in de kinderkamer gezet. Dus die gaan we nu even lekker inpakken. Alleen ik weet niet wat de fuck er allemaal in moet. Dus ik moet even mijn Insta-followers even inschakelen. Want ja, ik heb wel een lijst gekregen van de verloskundige. Maar ik denk dat er wel echt meer in moet. Nou, ik zit nu op de grond bij mijn koffer, van onder. Ik ga adem, hoor je? Jezus, dit is het echt niet lekker. Nou, in ieder geval, mijn kraampakket is dus ook binnengekomen. Echt allerlei dingen zitten erin. Matrasbeschermerverbandwatten. Het is toch een matrasbeschermer? Nou, ik weet niet wat dit is, maar die matrasbeschermer die is voor mij voor thuis. Dus, nou, wat is dit? Steriel wondkrompers. Jezus, onderleggers. Navelklem. Inlegverband. Oh, die zou ik vast wel nodig hebben met dat bloeden. Kraammachtverband. Ik weet niet wat dit zijn. Maar in ieder geval, dit is dus allemaal in mijn kraampakket. En hygiëne, handgel. Als vieze mensen me willen aanraken, dan zeg ik, ik heb die handgel, hè. Beter raak je me niet aan. Ik weet ook niet wat dit is. Kijk, steriel wondkrompers weer. Steriel wondcompress. En damesverband. En luiertape. Nou, vet handig. Dan ga ik nu even naar mijn e-mail. En daar staat in van mijn verloskundige wat ik dus allemaal moet meenemen. Trouwens, is het dus normaal dat de mensen van de kraamzorg ook aanwezig zijn bij je bevalling? Want ik heb dus duidelijk aangegeven bij mijn bevalplan dat ik alleen mijn schoonmoeder en Davinio bij mijn bevalling wil. En ja, en de dokters natuurlijk, geen studenten. En toen had ik voor het eerst mijn gesprek met... met de kraamzorg zei ze, ja, wij zijn aanwezig bij je bevalling. Bitch, the fuck? Ik had aangegeven dat ik dat niet wou. Dus ja, is dat normaal? Laat even weten hier in de comments. Oké, hier staat dus in de e-mail. 1 keer matrasbeschermer. Oh, toch wel. Dan doe ik die in de koffer. 1 keer de navelklem. Waar heb ik die nu weer gelaten? Hier, de navelklem. 10 grote steriele gazen. Ja, wat de fuck is dat? Dat heb ik niet. Of is dit dat? 10 keer. Nou, ik heb er maar 2. Ja, ik zou niet weten wat anders een steriele... Ik heb wel steriel wondcompress. Nou, het is alle 2 steriel, dus... Die plug ik er ook maar in. 10 celstofonderleggers / kraammatje. Is dit dat? Ik weet het allemaal niet. Ze willen allemaal de dingen meenemen, maar ik weet niet eens wat het allemaal is. 2 grote pakken kraamverbanden. Ja, dat is dit denk ik. Nou, die gaat er ook in dan. 2 pakken kleine gaas.
Ja, dat is volgens mij wat ik net daar in had. Desinfecterende zeep. Nou, die heb ik niet. Ze zoeken het maar uit. Eén flesje alcohol. Ja, die heb ik in mijn badkamer. Verband wat. Nou, dat was het volgens mij. En nu de kleding. Even kijken, de kleding ook. Identiteitsbewijs. Thermometer voor de baby. Die heb ik net besteld. Dus die komt voor me vandaag binnen. Thermometer voor de baby. Ja, toiletartikelen voor jezelf. Schone sokken. Twee setten ondergoed. Boven- en onderkleding. Een pakje of broekje of truitje. Rompetje, musje. Logeerspullen voor je partner. Nou, de video, sorry, maar je mag dat zelf gaan zelf doen. Maxi cozy klaarzetten. Nou, ik weet je wat? Ik word helemaal gek hiervan. Ik ga gewoon even een Insta oproep doen. Because ik kom er niet uit. Nou, in ieder geval, we hebben weer een verhaal. En die kan van één van ons twee zijn. Maar we gaan natuurlijk ook bluffen. En jij moet dus raden van wie dit verhaal is. En als je goed hebt, dan wil je ook nog eens een goodie bag. En vandaag, Amy, de site van de show. Wat is het verhaal van vandaag? Ja, het verhaal speciaal voor Noordenlijk. Ik heb ooit een vinger in mijn kont deed. Het verhaal van vandaag is... mijn partner of ex-partner heeft ooit gepoept in een busje. Ik denk dat Jordy Money ook niet van die dingen is, hoor. Nee, ik denk ook niet. Oké. Ja, en jij mag ons nu dus alle twee één vraag stellen. Ja. Maar eentje, ja. En niet doorvragen. Oké, nou Noorden, waar waren jullie naartoe op weg? Festival. Daarheen of terug van het festival? Festival. Je mag één vraag stellen en je krijgt één antwoord. Oké. Fon. Ja. Waren er andere inzittenden in dat busje die het door hadden? Er waren meerdere mensen in dat busje, maar ze hadden niet door. Oké dan. Ja, ja, dat is het lastige van dit spel, omdat je maar één vraag mag stellen en niet meer doorvragen. Maar hoe did it? Laat het even weten via de Funix app. Je kan een appje sturen, maar ook een memotje. Dus en als je het goed hebt, dan maak je ook nog eens kans op een goodie bag. Reageer dus in de Funix app. Bij wie hoort het verhaal? Noordin of Vonnekerk? Mijn partner of ex-partner heeft ooit gepoept in een busje. Wie van ons twee was dit? Was het Noordin? Of was ik het Vonneke? En ja, dat wouden we natuurlijk van jou weten. Gino zegt, klinkt echt als iets wat Vonneke de vriend zou doen. Mohammed zegt niemand van jullie. Nou, die begrijpt het spel niet helemaal. Justin die zegt, dit verhaal is van Noordin. Zij zegt, Noordin klinkt overtuigender, dus ik denk dat het verhaal van hem is. En we hebben ook een berichtje binnengekregen van wie Vonneke. Hij Noordin. Gaat voor mij, heeft hij het goed geraden? Ja, Jonathan, je hebt het helaas niet goed. Nee. Ja, ik vind het ook echt zo jammer. Nee, ja, het was Davinio, mijn verloofde. We waren op vakantie in Egypte. En ja, als je naar Egypte gaat, eigenlijk zie je het overal dat het eten daar, als je niet daar woont, dat je heel veel last van diarree en alles kan krijgen. Dus daarom, als je daar zeg maar, naar de apotheek gaat, dan weten ze ook gelijk van, oké, nou, dit moet je hebben. Daar gaat ze hoofd. En okay, we gingen dus naar... Hoe gaan we dat busje? Ja, we gingen volgens mij naar zo'n strand. Het lijkt echt op Malediven daar, zo bij de in Egypte. En we zaten in dat busje en hij zegt, ik moet zo nodig poepen. Maar er was dus geen... Er was geen sanitaire stop ergens. En hij zei van, ik kan het gewoon echt niet inhouden. En er waren nog drie andere mensen in dat busje. En hij zegt, ik loop even naar achter, ja, leid ze even af. Dus we waren nog met de andere vriend. Dus wij gingen heel hard lachen en praten en zo. En hij komt van achter, zeg maar, weer naar voren. En zei, ja, ik heb het gedaan, man. In een kleedje daarachter. Nee. Dit ga je niet geloven. Dit is iemand zijn Egyptische kleed. Iemand heeft gewoon een ondergescheten kleedje van jouw vriend. En dat heeft de hele tijd in die bus gelegen. En niemand heeft wat geroken in van 3 uur. Nee, hij heeft het nog dichtgevouwen. Nog netjes dichtgevouwen. Nee. Wat een legend. Wat een legend. Als je hiermee weg kan komen. Hè? Ja, daarom is het nooit saai als ik met hem op vakantie ga. Gebeurt altijd iets raars. Oh mijn god. Nou, ik heb net gewerkt. En mijn make-up afgehaald. Ik zit nu in mijn onesie in de auto. Morgen is mijn één laatste werkdag. En Davine heeft een spa geregeld. Dus ik ga nu even lekker zwemmen. Daar heb ik echt wel heel lang zin in. Ik heb ook echt al heel lang geen huis gehad met een bad. Mijn moeder heeft wel een bad, maar daar ligt altijd rotzooi in. Dus ik heb nooit zin om het helemaal uit te ruimen en daar in bad te gaan. Oh, maar ik wil echt wel deze hele zwangerschap zwemmen. Nou, gezellig, heel de familie is mee. Dankjewel.
Nou jongens, als je zwanger bent, zwemmen is echt kapot lekker. Het voelt echt alsof je 20 kilo lichter bent. Morgen, of nee, vrijdag, ga ik even mijn oksels harsen. En mijn poenie, zodat als hij eruit komt, dan mijn poenie fresh is. Pussy fresh. Jezus. Zitten is zo moeilijk. Ik kan niet normaal zitten. Wat gaat voor? Rechtop, ja. Ja, oké, okay, dit lukt nog wel, maar voor de helft. Nou jongens, ik ben net gedoucht, net wakker. En ik kreeg dit opgestuurd gekregen. Netflix X Oei Ik Groei. En ik ben echt benieuwd wat erin zit. Dus ik dacht, laten we het maar gaan openen. Ik ben helemaal buiten adem, wat is dit? Nee, ik ga even van positie veranderen, want dit... Oké, okay, nou, ik zit op een stoel. Ik kan eindelijk normaal zitten. Dus Netflix X Oei Groei. Oei Ik Groei. Oei Groei. Netflix X Oei Ik Groei. Ze hebben een film op Netflix. En ik heb een heel cool PR pakketje binnengekregen. Dus ik dacht, nou laten we het met z'n allen even openmaken. Even kijken wat erin zit. Ik heb ook toen ik net naar buiten had gebracht dat ik zwanger ben. Had ik van Oei Ik Groei ook een boekje gekregen. En een hele schattige knuffel. Even kijken. Deze heb ik al. Deze heb ik al. Nou. En een... Wat is dit? Is dit een flessenwarmer? Humidifier. Oh, dat is zo'n ding waar lucht... Waar lucht. Ik ben gewoon helemaal uit mijn woorden. Gewoon. Mijn woorden zijn gewoon op. Dit is waar zo'n geurtje uitkomt. Ja. Oh, lekker. Deze heb ik nodig om te slapen. Oh, mijn hoofd is natuurlijk er veel te groot voor. Ja. Zo. Het zal is niet, hè. Een reep chocola. Heel goed. En de essential oil voor de humidifier. Nou, ik ga het nu gelijk even ruiken. Het lekker ruikt. Ik wil even een minuutje alleen. Nou, die ga ik even op de deur hangen. Zodat als de vriendin thuis komt, dan weet hij wat dat is. Leuk PR pakketje. Dankjewel Netflix. X Oei Ik Groei. Very much appreciated. Hey jongens, mijn autostoel is binnen. Mijn baby autostoel. Dit is trouwens not sponsored, helaas. Maar ik heb dus die 360 graden stoel gehaald. En hij is van 0 tot 4 jaar. Dus ja, ik was er heel blij mee. Want je kan er gewoon 4 jaar mee door. En wat wil ik nog meer zeggen? Hij kostte €550 ongeveer. Maar ik dacht van, ja, dit is wel gewoon eentje die 4 jaar lang meegaat. Dus eigenlijk voor €550. En je kan 4 jaar gebruiken, vind ik toch nog wel, ja, een goede prijs. De Vino is nu weg met de auto. Maar als hij op tijd terug is, dan kunnen we hem misschien gelijk in de auto installeren. Nou, ik zit lekker op de wc te plassen. Wordt opeens op de deur geklopt. Echt vet. Vet agressief wordt er op de deur geklopt. Dus ik krijg opeens dit aan mijn deur. Ik dacht, wat is dit? Dus er zit ook een briefje bij. Het is van Independent Films. En Independent Film is zeg maar de producer van, of de producent van de Tata's film. En het is dus een platina plaat van de Tata's. Omdat de film platina is gegaan. Dus het vind ik wel heel dik. Dus dat hebben we opgestuurd hoor. Wauw. Kijk eens. Ja, deze die ga ik boven mijn bed hangen hoor. En ze hebben ook echt een lief rompertje gestuurd trouwens. Born to be independent. Nou, dat vind ik een mooie. Het is straks weer de volgende dag. Ik heb net mijn nagels gedaan. Want het kan natuurlijk elk moment gebeuren. Mijn baby kan eruit springen. Ik heb mijn poenie geharst. Ik heb mijn oksels geharst. Ik heb mijn buik geharst. Ik heb mijn... Heb ik oksels gezegd? Echt, die pregnancy brain, het is niet normaal. Maar dit was alweer de vlog voor vandaag.
Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En laat natuurlijk even een like achter, want dat vinden we super leuk. En dan ga ik ondertussen even een mooie plek zoeken om dit in mijn huis op te hangen. Doei!